Op het Haganum Gymnasium hebben veel leerlingen dikke truien meegenomen. Was afgelopen vrijdag was het echt zo koud in het wiskundelokaal dat allemaal mensen dekentjes bij zich hadden. Het is een stuk kouder, vooral als het waait en de deur moet altijd open. Het is koud, want de ramen staan open en daar hebben wij het meeste last van. En er zijn veel leerlingen afwezig. Niet door het coronavirus, want dat heeft maar 2 scholieren geveld, maar wel door verkoudheid en gewone griep. Nou, er zitten er 110 thuis vandaag. Van de? 830. Dus 12-13%. Ze moeten thuis zijn zolang iemand verkouden is. Maar ja, met de ramen open hebben we straks natuurlijk een hele verkouden school. Dus dat weten we ook nog niet hoe dat gaat. Op de andere Haagse middelbare scholen is ook zo'n 12% verkouden thuis, volgens de rector. Mijn vriendin had klachten, dus daardoor ben ik vorige week thuisgebleven. Maar we zijn gelukkig allebei negatief. En dat merk ik nu bij de meeste gevallen. Degene die met klachten thuis blijven, dat is echt wel een uit pure voorzichtigheid. Leerlingen houden de docenten bij de les in afstand houden. Het valt me nu op dat leerlingen zelf zeggen, joh, kom alsjeblieft niet bij me. Niet omdat ik bang ben dat ik besmet ben, maar straks moeten we weer dicht. Morgen overlegt de overkoepelende schoolorganisatie met de scholen over het dragen van mondkapjes. Op het Haganum Gymnasium vinden ze alles best zolang de school maar open blijft zonder online lessen. Online lessen zijn funest voor het leerproces. Dat weten we inmiddels wel. Ja. Dus het werkt goed, maar het is voor niemand goed. Nee. Hoe funest is dat? Ja, dat weet je pas over een paar jaar.